niet de bedoeling. Fuck, overnieuw. Tjik! Yo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga morgen een dagje voor jullie vloggen, maar het is niet zomaar een vlog. Het is een birthday vlog, want morgen is het eindelijk zover. Ik heb een jaar erop gewacht, maar morgen is het eindelijk de dag dat ik 15 jaar word. En ik ga dat allemaal voor jullie op film zetten. Voordat jullie verder gaan kijken naar deze video, wil ik nog even wat zeggen. Ik ga figureren bij brugklas. Ik ga dus niet in brugklas spelen. Hier gebeurt het, zeg maar, en daarachter ga ik langslopen elke keer. En dat doe ik 4 keer 4 dagen. Dus ik ga deze zaterdag, die week daarop zaterdag, die week daarop zondag en die week daarop ook weer op zondag. Dus in totaal 4 keer. En dan elke dag is het een hele middag van 8:30 tot 1:00 'smiddags. En ik wil jullie even zeggen dat jullie mijn kanaal even in de gaten moeten houden. Ga ik daar waarschijnlijk ook een video van maken. Dus als je daar heel erg benieuwd naar bent, hou mijn kanaal in de gaten. En kijk nu even deze vlog verder. En dan I'm happy. Yes, sure. Kijk verder, jongen. Fucking gosh, mensen. Het is nu 10:50. En ik ben dus eigenlijk officieel jarig. Yay. Maar ja, ik ben echt puntje moe. Dus ik ga lekker pitten en ik spreek jullie morgen later. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Waar is Levi? Hè? Waar is Levi? In bed nog. Ah, oh, wat moe. Lang zal ze leven in de glorie. Wat is dit, Liefie? 15 jaar, hè? Hola. Nee, echt zo lief. Ik word helemaal vol gespamd met allemaal lieve telefoontjes en lieve berichtjes en zo. En daar word ik gewoon helemaal happy van. Dat vind ik echt leuk. Nee, dat vind ik echt lief. En trouwens, kijk, mijn moeder heeft de slingers opgehangen. Moet je kijken. Yay! Ja. En ik moest straks naar school, daar heb ik echt geen zin in. Maar vanmiddag komt, zeg maar, mijn opa, oma, mijn moeders vriend. En de rest, die komt allemaal zondag. En mijn vriendinnen komen zaterdag. Maar dat is niet erg, want ik vind het hartstikke leuk. Bee, miauw, bee, oef, bee. Ik ben jarig. Hola mensen, ik ben thuis en ik zie dat even mijn shit uit is gelopen. Ja, dat is de eerste keer dat ik een van de eerste keer dat ik make-up draag. Ja, mascara draag. Maar het was echt zo leuk op school. Iedereen kwam op me springen en zegt van ja, gefeliciteerd. En ik vond het echt leuk. En ik ga straks naar mijn open oma om te eten daar. Daarna ga ik naar voetbal en daarna komt mijn opa en oma en mijn oom misschien en mijn moeders vriend. En helemaal leuk dagje van. En morgen ga ik met mijn vader uit eten. Ik ga naar een sushi restaurant. Want mijn ouders zijn gescheiden, zeg maar. En dan vier ik zaterdag mijn feest met mijn vriendinnen. Zondag met familie en zo. Het gaat gewoon een topweek worden. En zaterdag ga ik trouwens ook nog vloggen. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Want zaterdag ga ik ook nog figureren. En ja, helemaal leuk gaat het worden, mensen. Super! Het wordt een beetje duizelig, Isamon. Ja, ik ook. Dus je moet afzetten. Oké, nu gaan we rennen, oké? 3, 2, 1. Je kunt niet gaan rennen. Ah! 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 Isamon! Ik ben terug van mijn opname. Ik heb daar gegeten. En ik heb deze ring gekregen. I wanna show you it. En trouwens, alle cadeautjes en zo die ik krijg van mijn ouders en zo, die laat ik nog in een aparte video zien. Dus als je daar benieuwd naar bent, hou dan weer mijn kanaal in de gaten. En ja, ik ga straks naar voetbal. En daar heb ik best wel zin in. En ik verveel me nu een heel klein beetje. Want ik ben zo thuis en mijn mama is nog aan het werk. Ik kom straks wel terug hoor, maar ja. Ik ga nu naar voetbal toe en mijn haar is inmiddels al helemaal weer aan het krullen. Zoals je misschien in de spiegel nu hier ziet. Maar ja.
Ik ga naar voetbal, mensen. En ik zie jullie dus weer over anderhalf uurtjes. Hoi mensen, ik ben terug van voetbal en beneden zit... Auw. Open oma en zo. En zo. Ik ben even naar boven gegaan, want het is een beetje lawaaierig daar door de tv en zo. En ik kom dus net terug van voetbal. En... ja. Ik ben alweer bijna niet meer jarig. Maar ja, ik denk dat ik me zaterdag en zo meer jarig ga voelen dan nu. Maar ik heb het echt leuk gehad vandaag. Ik heb gedoucht. Ja. En oh my god, ik vind dit zo leuk. Ik vind ze zo leuk. Ik weet niet of jullie het al weten, maar dit zijn zeg maar lipglossjes. En ik vind ze leuk. Het is een soort van lolly. Het lijkt op een lolly, maar het is lipgloss. En ze zijn leuk. Maar ik ga pitten. En ik wil iedereen bedanken. Iedereen bedanken voor alle felicitaties. En deze te gekke dag. Want ik vond het echt een leuke dag. Ik heb misschien niet alles op film gezet of zo. Maar dat is gewoon... ja. Dus dat is lastig. Maar zaterdag gaan jullie een veel leukere vlog zien. Want dan zit er tenminste een beetje actie in de vlog. En dan ga ik... ja, naar Brugglas. En dan heb ik mijn verjaardag. Misschien film ik ook nog een stukje van zondag. Lijkt me wel leuk. Ik zal denk ik zaterdag en zondag in één filmen. En dus hou mijn kanaal in de gaten. Er komt ook nog een birthday haul aan. En ja, ik sluit bij deze de vlog af. En super bedankt voor het kijken. En ja. En ja, ik wil iedereen bedanken. Want ik vond het echt een te gekke dag. Dus later. Doei doei.